Biontown. Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Internet Avonturen. Met vandaag, je ziet het al, of je bent blind, Omegle! Rick's Avonturen! Voor de mensen die nu denken, what the fuck is Rick's internetavonturen? Ik ga het uitleggen. Momenteel is het plan een maandag Rick's avonturen, dan maandag Rick's internetavonturen. Maandag Rick's avonturen, 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 in ieder geval! Vandaag doen wij Omegle. Ik heb namelijk als zoekterm Banjotown, dus ik verwacht mensen tegen te komen van Banjotown. En dan ga ik ze vragen hoe ze het vinden dat Banjotown terug is. Hartstikke gezellig. We connecten met iemand. Iemand. Hallo. Hallo. Het is een magische echo. Echo. Ik ben hier voor een grote internetpoll. Dus ik kom hier naar jou toe met de vraag. Wat vind jij ervan dat Banjotown terug is? Gek natuurlijk. Ik geloof er niks van. Je liegt! Bij Banjotown houden we niet van liegers. Daarom hebben we Vincent en Jordi ook doodgemaakt. Laat me deze picture even goed zetten. Je zoekt op zoekterm Banjotown met je DDG sweater. Ja. Vind ik een beetje jammer eigenlijk dit. Kan je hem niet uitdoen? Doe maar niet! Laat maar! Bel de politie niet, alsjeblieft! Alsjeblieft. Geef me niet aan. Het was een grapje, denk ik. Ja, ik ga je niet aangeven. Deze keer niet. Verder was ik met de belangrijke vraag. Wie is je favoriete lid van DDG? David, wie is dat? Farns, dus David. Huh? Van dus David Games? Ik wist niet dat hij erbij zat hoor. Fijne avond nog. Hou je kleren aan op het internet. Hou je kleren aan, oké? Okay? Hoe lief het ook vragen, bel gewoon de politie. Tip van de dag. Ik heb geen webcam. Ik ben een sukkel en mijn ouders slaan me. En ik heb geen geld voor een webcam en ik hou van mannen. Dat ben jij. Vrouwen kijken maar geen Banjotown. Dit is gewoon nep. Waarom zijn je nagels blauw? Waarom niet? Ik mag jou wel. Waarom doen mensen altijd zo? Dat is wel nieuw. Zeg maar, als je mijn oudere Omegle video's kijkt, niemand doet dat. En nu ben je ik ben met een hele belangrijke vraag. Is mijn hand nou zo groot? Of is dit gewoon een heel klein muisje met USB-kabel eraan? En dat is een heel met je mond houden, je verpest de grap! Hoe de fuck kan je webcam een foto zijn? Oh my fucking dirt! Lekker getongzoend. Sorry, mijn microfoon doet het niet. Bloos poppetje, Rick, je bent zo sexy. Oh my fucking god, trouw mij. Mag ik je kinderen? Zo, ik heb het gefixt. Je hoeft het niet meer te doen. Nee, Katinka, je mag hier niet op. Waarom doe je dit? Stomme, je hebt echt een coole bijentrui aan. Het is ook echt een bij. What? Ik dacht gewoon, het is echt gewoon een grap een bij. Nee, het is echt een bij. Wat leuk. Onesie. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen van Banjotown? Wauw. Ik heb nog één belangrijke vraag. Dat is natuurlijk één ding dat iedereen wil weten van Katinka. Katinka, wie is je favoriete lid van Banjotown? Wie is je minst favoriete lid van Banjotown? Zeg maar dat het Thomas is. Het is Thomas, oh mijn god. Waarom haat je Thomas, Katinka? Waarom doe je dit? Echt niet leuk dit. Ik ga weg hoor. Jij zit om een Thomas-hater. Nee, wacht. Foto? Waarvan? Van dit? Dit? Lekker een stuk vlees? Dat kan. Mag ik wel mijn middelvinger opsteken dan? Ja hoor, yes. Woe! Hartstikke mooi. Nou, ik ga verder, Katinka. Veel succes met de rest van je leven als bij. Give me like a wrecking ball. Oh, never mean a day Het is een roze skippiebal. Dit zuigt. Ik ga naar huis. Doei. Het is disco. Oh, oh.
Nee, echt, what the fuck. Kijk en blij zijn dan. Oh, ik zit in een Banyan Town video. Oh, mijn leven. Nee, zo werkt het niet. Doei. Je schrijft mijn naam verkeerd. Je schrijft mijn naam verkeerd. Je hebt het niet geleerd. En je zuigt. Je zuigt. Oké, mensen van Banyan Town. Om de video af te sluiten gaan we voor de harde knaller. Mijn interesse intikken. Kinderporno. Porno. Fappen. Dus David Games. En, nou, poeh. Knolpower. Wat krijgen we dan allemaal? Nou, you both like porno. Hey, gast van echt 8 jaar oud. Alles goed? Porno is chill, hè? Muestra el pene, bebe, y yo muestro las tatas. Waarschijnlijk zei hij van, laat me je borstjes zien, vieze hoer. You both like porno. Hey, geen succes. Hij hield niet van mijn porno in ieder geval. Dit is leuk. Dit is veel leuker dan zoeken op Banyan Town. You both like porno. Ha, ik zie wel een pizzadoos. Dit gaat de goede kant op. Looking for someone to chat with. Niet genoeg mensen houden van porno. Deze persoon is heel blij me te zien. Hoi, 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 hoi. Nou, van deze gekke zoekterm werd ik in ieder geval niks wijzer. Dus we gaan naar het 18 plus een moderated gedeelte. Eerst een piemel, dan stoppen we. We stoppen als we een piemel zien. Waarschijnlijk stoppen we meteen. Ah man, dat is meteen een piemel. Dat is geen piemel. Waar is je piemel? Ah, oh, dat is echt een piemel. Man. We kunnen ook switchen naar sex en gay. Give me girls, free gay cams. Graag. Oké, mensen, Banyan Town. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's internetavonturen. De volgende aflevering gaan we misschien andere dingen doen op internet. Of een keer terug naar Omegle op jacht naar keiharde kindergay porn. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje omhoog. Ga misschien ook naar mijn kanaal. Als je zegt, deze gast ken ik niet, maar hij is super grappig. Dat is Rick van Serpent Gameplay. Hij is echt super grappig. Abonneer ofzo. Dankjewel voor het kijken. Allemaal duimpjes omhoog of niet. Doei! We'll be right back.